vaak als je een tegenslag hebt, dan ben je ook meer in staat om je te focussen op elke kleine vooruitgang die je boekt. Ja, precies. Want elke kleine vooruitgang, daar is er weer één. Laat je er niet onder krijgen. Nee. En als je merkt dat je er wel onder gekregen wordt, trek aan de roep bel. Hulp. Ja. En dat is ook iets wat ik met mijn show altijd doe. Wees niet bang om hulp te roepen. Je bent geen watje, je bent een kanjer als je het doet. Je passie volgen is een van de belangrijkste dingen die je kan doen als mens. Want dat is iets wat je even alles laat vergeten. Ja. En ook al zit je in de diepste shit, dan kun je nog intens gelukkig voelen. Welkom, Bram. Hi. Hi. Ja, leuk om hier te zijn, Marnix. Ja, tof. Ja, ik vind het ook echt super tof dat je er bent. Echt, toen dit eigenlijk een concept was, hebben wij, dan heb je al gelijk mensen in je gedachten, weet je wel. En je denkt van, oké, die is tof of die heeft iets prachtigs te vertellen. En dan kom jij eigenlijk al gelijk langs in mijn hoofd. Want ja, super. Ja, wij gaan al een tijdje terug. Door middel van, ik ken jouw vader ook. Ja. Die is mijn, bovenbouwdirecteur of onderbouw. Nee, ik denk de teamleider. Op school inderdaad. En natuurlijk het toneelstuk. Ja. Wat jij met mijn vader hebt opgezet. Ja, ze hebben allebei met elkaars vaders eigenlijk samengewerkt. Ja, zeker waar. Ja, jij, jouw verhaal is vooral heel erg apart. Ik bedoel, je kan heel veel vinden, dus eigenlijk ook op internet over jou. Ja. Over, je hebt zelfs een TED-talk ooit gegeven. Super dat tof. Klopt. Ja. Hoe was dat eigenlijk? Hoe is dat om daar te staan? Is dat anders dan een toneelstuk of is dat... Dat is wel anders. Want de TED-talk die ik toen gaf was een TEDx Youth-talk. Okay. Dat is een TED-talk die bedoeld is echt voor jongeren. Ja, oké. Okay. En die ook door jongeren wordt gegeven. Ja. En in zo'n TED-talk ga je veel meer in op de inhoud. En probeer je in zo'n korte tijdspanne... Mm-hmm. Want de TED-talk, in ieder geval de TEDx Youth-talk... die omvatte volgens mij maar 8 minuten... Mm-hmm. Probeer je toch de kern van je verhaal te vertellen. Ja, 8 minuten is toch stiekem heel kort. Ja, is heel kort. Alleen, het is wel heel mooi met een aantal coaching sessies erbij... Okay. Om dan zo tot de kern van je boodschap te komen. En ook te kijken van ja, wat vind ik nou belangrijk... dat de luisteraars te weten komen, te leren komen... En wat was de kern van jouw boodschap? Was dat het mooie wat je altijd zegt, haal zoveel mogelijk geluk uit die kleine dingen? Ja, veelal dat. Ja. Alleen ook als side note erbij. Tuurlijk zijn er die dalen in het leven en die moet je ook ervaren. Ja. Want die hoort erbij en zonder die dalen kun je ook geen pieken hebben. Nee. Ja, iets wat jij ook altijd heel mooi hebt gezegd, dat vooral door jouw leven en wat jou heeft gemaakt zoals de persoon die je nu bent, zijn vooral inderdaad ook die dalen geweest. Ja. Hoe je daar uitkomt en hoe je daar vooral mee omgaat. Ja, dat klopt. Want tuurlijk, ik ken, net als geen ander, net als iedereen, mijn dalen in mijn leven. Ja. En omdat bij mij die dalen redelijk diep waren, ik heb 2 hersentumoren gehad en mijn broer verloren, en staan daar ook hele hoge pieken tegenover. Ja. En dat heeft me zo de facet van het leven wel heel erg goed laten zien. Ja, dat vind ik top. Ik vind het sowieso knap dat je daar zo in kan staan. Ja, en natuurlijk, dat lukt me ook niet altijd. Nee, alleen, maar je bent ook een mens, hè? Ja, ik daarom, bedoel... ja. En het is ook gewoon belangrijk om als je in zo'n dal zit, om dan of op eigen kracht of met hulp van anderen, en dan kunnen het psychologen zijn of wat dan ook, of gewoon vrienden, om dan toch weer terug te komen naar een piek. Ja, dat vind ik mooi. Want ja, je was die eerste hersentumor, jij was... echt jong. Ik was 8. Acht, ja. En die eerste tumor heb ik niet heel veel last van gehad. Nee. Was een goedaardig teratoom. Ja. En daarvoor ben ik uiteindelijk geopereerd. En ja, in totaal 2 keer geopereerd. Toen was de tumor weg. En verder heb ik er geen restverschijnselen aan overgehouden. Alleen dat ik een beetje doens. Ja. Dus. En het is toch heftig. Want ik neem aan dat ook voor jouw ouders heel erg... Ja, het is voor mijn ouders heftiger geweest dan voor mij. Want ik weet ook nog, is een herinnering die ik nog heb aan die eerste tumor. Was toen we hoorden dat er waarschijnlijk een tumor zat, was ook mijn moeder zag huilen. Ja, en ik zoiets had, ach man, er zit een tumor in mijn hoofd. Maar die hadden de doktoren gewoon weer weg. Ja, dat is lastig om als kind te beseffen natuurlijk. Precies, ja. Dat is heel vreemd. En toen, je hebt toen in 2015, als ik het goed heb? Nee. De eerste tumor was in 2003. Oké. Okay. En de tweede tumor was in 2009. Oké. Okay. Oh ja, oké. Okay. Dan. Ja. En hoe was die?
Die, die tweede tumor was een heel ander verhaal. Het was sowieso in een periode dat mijn broer net was overleden. Ja. Mijn broer was helemaal plotseling uit het leven gevallen. Okay, hij zo. Was meervoudig gehandicapt. En ja. We kregen op een zondagmorgen een telefoontje dat hij er ineens niet meer was. Zo. Want Rob woonde al niet meer thuis. Rob woonde buiten huis. Alleen die haalden we wel altijd één keer in de twee weken een weekend lang naar huis. Ja, ja, oké. Okay. Toen viel Rob ineens weg. En we waren ondertussen al bezig met mijn gewichtsverlies en alles. Ja. En toen werd even later op controle MRI van de eerste tumor in het ziekenhuis in Nijmegen de tweede tumor vastgesteld. Zo. En die tweede tumor was een heel ander verhaal, want die was kwaadaardig. Okay. En die had ook al een boel schade aangericht. Ja. Hij was gelukkig wel goed verwijderbaar. Oké, dat is wel. En dan niet operationeel, maar met bestraling. Ja, ja, ja. Maar aan die tweede heb ik ook gewoon een stuk meer overgehouden. Oké. Okay. En zichtbaar en onzichtbaar. Ja, ik vind het. Het is inderdaad. Ik denk dat mensen vooral soms heel moeilijk kunnen beseffen dat zoiets echt je daadwerkelijk opvreet. Als je snapt wat ik bedoel. En vooral als je ook zegt in die periode. Van... Ja, nou ja, het is niet zozeer in die periode dat ik heel veel last heb gehad van de tweede tumor. En ook niet veel moeite heb ondervonden met het hebben van die tweede tumor. Nee. Tuurlijk, het vechten was in die periode wel het meest intens. Ja, ja. Het was het vechten überhaupt tegen de tumor. Daarvoor heb ik bestraling gehad, 5 weken lang. En je me afvragen, ga ik het redden? Ja. Maar je wordt gesteund door heel veel mensen om je heen. Ja, ja. Want dat hadden wij als gezin, godzijdank. En dat was heel veel mensen om ons heen. Ja, dat is top. Zoals je al zei, mijn ouders zitten allebei in het onderwijs. We kennen heel veel mensen. En heel veel mensen die gaven ons toen ook. En geven ons nog steeds af en toe heel veel steun. Ja, dat is top. Ja, alleen het is wat betreft mij niet aangeboren hersenletsel. Nee. Zijn vooral de jaren daarna lastig geweest. Ja. Omdat ik bijvoorbeeld in de jaren tussen het hebben van de tumor en de 5 jaar daarna steeds stappen terug heb moeten doen wat betreft school. Oh, steeds ja. Stappen terug heb moeten doen wat betreft andere dingen. Want jij zat op gymnasium, als ik het goed heb. Ja, ik heb 3 jaar gymnasium gedaan en ik zat toen ik de tumor kreeg in de 4e van het Atheneum. Oké. Okay. En ik was daarna, na die tweede tumor, omdat ik mijn rechterkant niet meer kon gebruiken, hadden we gezegd, nou, ja. Dan ga je mooi de HAVO proberen. Ja. Toen heb ik 5 HAVO gedaan in 3 jaar. Nou, ja. Dat was niet gelukt. Oké. Okay. Toen in het tweede jaar ben ik overgestapt naar 4 MBO. Mm-hmm. En in principe, qua niveau ging dat net. Alleen, qua belastbaarheid lukte dat gewoon niet. Nee. Omdat daarbij gewoon volledige dagen waren. Soms zelfs van 9 tot 5. Ja. En mijn belastbaarheid laat echt maar een half dag toe. Ja. En daarna heb ik een 2 MBO-opleiding gedaan. En die is uiteindelijk wel gelukt. Okay. En dat was tot secretarieel medewerker. Okay. Alleen, zoals ik al zei, met de schade van die tweede tumor heb ik gewoon een deel van mijn intelligentie moeten inleveren. En een deel van mijn geheugen ook. Ja. En daarmee is... en ook in combinatie met die belastbaarheid die ik in op moet leveren, is gewoon de meeste opleidingen zijn niet meer haalbaar. Nee. Maar daartegenover staan wel weer een heleboel goede dingen. Dat geloof ik, ja, dat vind ik juist mooi. Want als je juist zoveel tegenslagen hebt gehad, zijn inderdaad elke piek, elke stap die je weer vooruit zet, lijken mij, en misschien is dat raar om te zeggen of dat ik dat zeg, maar lijken mij dat soort pieken, lijken me zo veel motivatie te hebben. Ja, die geven ook heel veel motivatie. En vaak als je een tegenslag... Ja, even heel banaal gezegd over elke tegenslag... Dat kan je natuurlijk ook niet altijd zeggen, maar... Okay, ja. Vaak als je een tegenslag hebt... Dan ben je ook meer in staat om je te focussen... Op elke kleine vooruitgang die je boekt. Ja, precies. Want elke kleine vooruitgang, daar is er weer één. Ja. Ik heb dan bijvoorbeeld de functie van mijn hele rechterkant verloren. Die is nou alweer deels met fysiotherapie helemaal goed. Alleen... Zo. Ook met het uitvallen van de rechterkant. Elk klein beetje wat ik weer kon met rechts. Was weer een feestje waard. Dat is top, ja. Ja, dat geloof ik. Ik weet nog dat ik heel blij de kamer in kwam gerend. Want ik was om mijn tanden te poetsen. Ik kwam heel blij de kamer in gerend. Toen zei ik, pap, mam. Ik kan weer springen. En toen sprong ik een paar keer onbeholpen voor ze. Maar ik kon het weer. Ja. En dan maakt niet uit of het 5 centimeter was of 20. Je sprong. Precies. Dat. Ja, dat is top. En ik denk ook dat heel veel mensen daar sowieso wel iets van...
kunnen leren. Kijk, ja. Je natuurlijk zijn, vooral in zo'n situatie, en bij jou is het natuurlijk heel anders. Dus ja, inderdaad 5 of 10 centimeter, zolang je maar springt. Maar ook in het dagelijks leven. Ik vind dat heel veel mensen nou in een hele negatieve sleur zitten. Ja. Maar natuurlijk is dat ook wel lastig om daar niet in terecht te komen. Want klopt. Je hebt maar weinig contact met andere mensen. Je hebt maar weinig mogelijkheden om iets leuks te doen. Ja. Maar wat ik probeer te blijven doen en wat ik andere mensen ook heel erg zou aanraden, is om inderdaad op die kleine dingen te focussen. En ook gewoon iets zoeken waarin je toch lekker even kan verliezen. Ja. En dat kan een raar dansje zijn doen. Dat kan zijn een wandeling maken. Ja. Noem maar op. Maar je moet in ieder geval die kleine vreugdemomentjes voor jezelf creëren. Je moet het wel doen, inderdaad. Ja. En ik denk dat dat sowieso met heel veel te maken heeft. Het is gewoon eerst een kwestie van doen. Ik bedoel, het komt niet aanwaaien. En vooral niet zo'n gevoel. Nee, zeker niet. Zo'n gevoel krijg je niet uit het niets. Je hebt wel actie nodig. Ja. Want als je kijkt naar jouw dagelijks leven nou. En wat zijn voor jou juist die gekke dansjes? Wat zijn voor jou de wandelingen? Nou ja, de gekke dansjes is natuurlijk vooral de Macarena. Dat is ja, oké. Okay. Ja, dat is ja. De, hè? Ja. Nee, wat zijn voor mij die gekke dingen? Nou, af en toe lekker afspreken met mijn vrienden. Ja. En dan natuurlijk nu wel met een heel select groepje. Tuurlijk. Dat heeft te maken met de maatregelen van de overheid. Verder lekker... Ja, eerst was het eigenlijk fietsen, veelal. Ja, wat nog meer? Muziek luisteren, zingen, noem maar op. Eigenlijk probeer ik alles wel te doen. Ja, dus, dat is top. En bijvoorbeeld, stel even iets anders. Hè. Een dag in het leven van Bram. Ik bedoel, het is net weekend geweest of middenweek, wat dan ook. Ja. Je staat op en wat doe je dan? En hoe laat en hoe ziet je dag eruit? Nou, ik moet zeggen, dat is ook wel een leuke vraag die je nou stelt. Want zo in het begin van de coronacrisis had ik daar wel een beetje moeite mee. Ja. Van hoe deed ik mijn dag nou in? Want ik zelf heb nog geen vaste baan. Nee. Ben ik nou overigens wel dichterbij, maar daar kom ik nog op. Maar ik had er dus wat moeite mee. Want heel veel dingen vielen weg. Onder andere een paar vrijwilligerstaken die ik deed. En wat heb je dan? Je woont op een appartement, alleen. Ja. En wat heb je dan om je bed uit te komen? Ja. Maar ik heb mezelf afgesproken. Ik hou een ritme aan van 8 uur 's morgens opstaan, uiterlijk. Dan van 2:30 tot 3:00 rusten. Dus op bed liggen en even slapen, als het lukt. En dan rond 11, 12 uur naar bed gaan. Okay. En dan probeer ik, het lukt niet altijd, maar dan probeer ik 's ochtends een fysieke activiteit te doen. Mm-hmm. Dus dat kan zijn wandelen of thuis fitnessen of wat dan ook. Ja. En 's middags wat meer cognitieve activiteit of gewoon gezellig met vrienden. Okay. En dat is in principe ook cognitief, want dat is cognitief belastend. Klopt. Dus en dan het liefste, maar zoals ik al zeg, ook met mijn wensen kom ik daar niet altijd aan. Nee, 's avonds gewoon ontspannen zijn. Ja. Ja, dat is denk ik ook wel belangrijk. Ja, hier en daar. Precies. En dat... zoals ik al zeg, dit ritme is ook het beste voor mij met mijn NA. Ja. Alleen daar komt wel af en toe in de knoop met mijn... ik ben jong en ik wil wat. Snap ik. Wat is dan jouw grootste wil op het moment? Op het moment. Ik heb daar nog een volgende vraag die daarop aansluit. Nou, op het moment... ik ben zojuist geslaagd voor het diploma taxichauffeur. Kijk eens aan. Dus ja, of diploma taxichauffeur voor mijn chauffeurskaart. Ja. En mijn grootste wens is dat ik in elk geval ergens in dienst kan treden waar ik een vrij regelmatig schema heb. Ik denk het liefst in het leerlingenvervoer. Okay. En wat mij 's morgens een kans geeft om toch ook volgens de weg die het UWV altijd wil, een bijdrage te leveren aan de maatschappij. Ja. En dan 's middags in ieder geval verder nog... dingen te doen die ik echt leuk vind. Ja, ja. Niet dat ik autorijden niet leuk vind, maar... Nee, maar nee, gewoon in de ochtend ben je gewoon lekker bezig. Ja. En in de middag heb je gewoon... Ja, en het liefste zou ik dan verder natuurlijk gewoon nog doorgaan met mijn passie. En dat is zang, theater. Ja. Een beetje net als de one-man show die ik heb gemaakt samen met je vader. Ja. Draait je los. Top. Ja. Ja, vind ik mooi om te horen. En
Ik denk dat die passie, die moet ook echt doorgezet worden. Dankjewel. En dat geldt zeker voor jou, maar dat geldt ook voor anderen. Precies. Je passie volgen is een van de belangrijkste dingen die je kan doen als mens. Want dat is iets wat je even alles laat vergeten. Ja. En ook al zit je in de diepste shit, dan kun je nog intens gelukkig voelen. Zeker. En ik denk die verhouding die jij nou hebt, is helemaal top. Want het werkt voor jou. En je verdient eigenlijk je brood, in principe. En je hebt ook nog eens tijd voor die passie. Dat lijkt mij eigenlijk gewoon een ideaal beeld. Een ideale planning. Ja, er zitten overal natuurlijk kanttekeningen aan, hè? Ja, oké. Dat is ook weer zo. Precies. En ook dat geldt ook bij een passie, trouwens. Ja, precies. En sowieso, bij mij is het nog even... nog iets anders, omdat ik ben ontvanger van een uitkering. Ja. De Wajong-uitkering. En ook met dat taxirijden en zo. Kostentechnisch levert me weinig op. Maar zoals al gezegd, ik vind het leuk om te doen. Ja. En dat is gewoon hetgene waar je op moet gaan. Je komt mensen tegen. Precies. Dat is ook leuk, want ik weet van jou dat jij een menspersoon bent. Oh, ja? Ja, volgens mij wel. Ja. Nee, maar dat klopt. Dat valt me heel erg op. En ik denk ook dat ik dat kan zeggen over mezelf. Ik hou ervan om met mensen te praten. Ja. En als het kan, praat ik heel lang ergens over. Ja. Of iets te lang, maar goed. Ja. Maar hoe lang hebben we nog? Ja, hoe laat is het ook weer? We zijn bijna klaar, jongens. Ja. Maar dat vind ik ook belangrijk. En als iemand aan mij zou vragen, zou je dus van 9 uur 's ochtends tot 5 uur 's avonds achter, of 5 uur 's middags achter een laptop willen zitten of een computertje. Nou, daar ga ik zo slecht op. Precies, daar word je ongelukkig van. Ja. Ja, sommige mensen werken. Ja, het, dat hè? Klopt. Ja, sorry, ik zei het ook alsof iedereen daar ongelukkig voor wordt. Zo bedoel ik het niet. Ja, nou, ik ken ook zat mensen die achter een laptopje zitten en die vinden dat lekker. Ja. De hele dag. Maar het moet bij je passen. Klopt. Ik vind diversiteit en mensen, daar hou ik van. En daar probeer ik ook inderdaad ook zoveel mogelijk in mijn ritme, of in mijn dagen toe te voegen. Mm-hmm. Die vraag nog over wat is jouw grootste wil op het moment? Nou, dat heb je net mooi verwoord. En wat is jouw grootste ambitie? En dat kan heel persoonlijk zijn, kan ook heel maatschappelijk. Ja. Maar als je kijkt naar, als ik over zoveel tijd, of ik ben nou aan het groeien, en als ik dit heb opgezet, dan ben ik zo trots op mezelf. Nou, ik denk dat het te maken heeft met mijn ambassadeurschap bij hersenletsel.nl. Mm-hmm. Wij zijn nu bezig met het opzetten van een stabielere tak van de patiëntenvereniging hier in Noord-Brabant. Want hier is hij nog vrij ondervertegenwoordigd. Mm-hmm. En ik zit daar mede in het bestuur voor het opzetten van de jongerenafdelingen. Ja. En ik denk dat mijn grootste doel op dit moment is, mijn grootste ambitie, om dat in goede banen te leiden. Ja. En om zelf ook een waardevolle bijdrage te kunnen leveren aan de avonden voor jongeren. Ja. Omdat ik vanuit eigen ervaring weet wat het voor je kan betekenen als jongere. Ja. Om gewoon een fijne plek te hebben waar je even kunt ontspannen. En ik denk ook dat jij dat zo goed zou kunnen, omdat jij hebt laten zien dat jij door die mentale sterkte heb jij dus uit die verschillende dalingen heb jij weer jezelf omhoog kunnen krabbelen. En ik kan me ook voorstellen dat dat voor heel veel van die jongeren, sowieso jong in het algemeen, heel lastig is. Ja, nou, en dat is ook iets wat je nu ook vooral met de coronaperiode ook gewoon heel erg sterk terugziet. Ja. En daarin wil ik ook gewoon een boodschap uitdragen naar alle jongeren. Laat je er niet onder krijgen. Nee. En als je merkt dat je er wel onder gekregen wordt, trek aan de bel. Hulp. Ja. En dat is ook iets wat ik met mijn show altijd doe. Wees niet bang om hulp te roepen. Je bent geen watje. Je bent een kanjer als je het doet. Klopt. En ik weet jongeren die het nou horen, die denken, wat is weer zo'n lul die dat gaat zeggen, zo'n ouder. Ja. Het is hetzelfde principe bij bijvoorbeeld de wiskundetoets. Je in de les vraagt de leraar of de docent, zijn er nog vragen? En jij zit er in de klas, ik geloof het allemaal wel. Ja. Komt goed. Ja. Een week erop of 2 weken later zit je achter je papiertje. En ineens komt die formule voorbij, die dus 2 weken geleden is behandeld. En je snapt het niet. Je kan niet verder. Ja. En ik denk dat dat wel een relevante metafoor is daarvoor. Ja, dat is een mooie. Want is tof. Ja, dan denk je, had ik maar gevraagd. Ja. Dan zat ik hier nou niet
met een gevoel van shit, daar ga ik. Ja. Het zijn die kleine dingen. En iets vragen, ja, hoe lang duurt dat nou? Ja, ja. Dat klopt. En ook vooral die gedachte waar je het net over had, had ik maar gevraagd. Ook als je die gedachte hebt, dan kun je alsnog om hulp vragen. Klopt, klopt. Maar bij een rekentoets kan dat helaas niet meer, of een wiskundetoets. Nee, oké, okay, maar dan kun je steeds de leraar vragen en zeggen, ik snap het niet. En dan zegt de leraar, oké, ga de klas maar uit. Ja, en alleen dan kom je daarna weer terug. Kan je het alsnog uitleggen. Precies. Dus weet dat er altijd een uitweg is. Ja, dat klopt. En ik, het is niet zo zwart-wit als we denken altijd. Nee. Het is niet een ja of een nee, of een wel of een niet. Zeker niet. Het is veel breder dan dat. Precies. En dat kan inderdaad bij een wiskundetoets zijn. Maar dat kan ook inderdaad, wat jij net zegt, met jongeren die een hersenletsel hebben. Ja, of met andere jongeren. Want iedereen kent dalen in zijn leven. Iedereen kent pieken in zijn leven. Tuurlijk. En het is maar hoe je ermee omgaat. Dat klopt. En daarvoor zijn natuurlijk ook, wat je zegt, veel anderen die je daar een goede steun of hulp in kunnen bieden. Ja. En dat wordt vaak onderschat. Ja. En ook wat dat betreft, ik ga nou ook vanuit de Stichting Hersenletsel, of nee, Stichting Patiëntenvereniging Hersenletsel, ga ik beginnen met een vlog. Okay. Mede voor jongeren. En daarin zal ik ook onder andere ingaan op dilemma's in het leven. En natuurlijk ook dingen die niet aangeboren hersenletsel met zich meebrengen. Nee. Dus ja, dat is mooi. Mocht je het interessant vinden om te volgen, ja, die ga ik zeker doen. Tof. Dan denk ik dat ik nog één laatste vraag heb. Om het mooi af te ronden. Stel, jij zou nou bijvoorbeeld opnieuw moeten beginnen. Als je terugkijkt naar van, oké, ik heb nou dus TED Talk gehad. Ik heb dat toneelstuk gehad. Stel, alles, dat zou nooit gedaan, of zou nooit gebeurd zijn. Wat zou jij nou nu doen, vooral ook in deze periode, waardoor jij jezelf kan laten horen, of waardoor jij die voldoening eruit kan halen? Wat zou jij nu doen? Dat vind ik een hele lastige vraag. Daarom stel ik hem ook. Ja, shit. Kan ik een hulplijn inschakelen? Nee. Oké. Hetgene wat ik nu zou doen, is vooral, het klinkt heel klef, maar liefde geven aan de mensen recht om me heen. Oké. Okay. Want ook iets wat ik van mijn broer heb geleerd, is de enige manier, of ja, een van de weinige manieren om mensen beter te laten voelen, en om je ook jezelf beter te laten voelen, is door liefde te geven, want dan ontvang je het ook terug. Ja. En liefde is niet alleen een kus, maar is ook gewoon gezellig zijn met iemand. Ja, en elkaar motiveren, denk ik ook wel. Ja, precies. Ja. Dus wees zacht voor je naaste, wees lief voor je naaste. En heb elkaar lief. Dat vind ik mooi. Dat is denk ik de boodschap die ik probeer uit te dragen. Heb elkaar lief en volg je passie. Dus Marnix, jij, ik, hotelkamer nu? Prima. Ja. Ik heb al gereserveerd bij Van der Valk. Dus, prima. Ja. Top. Ja, nee, maar ja, om nog even eigenlijk af te sluiten. Ik vind het, wat je net zegt, heb elkaar lief. Ja. Volg je passie. En in dat tijdstek, in die journey, dat avontuur wat je dan loopt, natuurlijk val je in een dal. Ja. Maar zodra je eruit komt en elk stapje wat je zet, koester dat. Ja, en wees ook niet bang om af en toe stil te staan. Want er wordt natuurlijk in de spreekwoord gezegd, stilstand is achteruitgang. Maar nee, stilstaan is juist af en toe heel goed. Kan ook een moment van reflectie zijn. Precies, geef je ook de tijd om even achterom te kijken. En te kijken, ja, wauw, ik heb al die dingen overwonnen. Ja. En oké, ik ga nu verder. Het wordt een flinke tocht, maar ja, en waar sta ik nu? En mocht je nog op een punt staan, denk van, shit, ik wilde eigenlijk al zoveel stappen verder zijn, maar ik sta er niet. Hoe kan dat? Ja, precies. Het is inderdaad zo'n reflectiemoment. En je durf ook te vragen. Ja. 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 En dat is een hele belangrijke. Steek gewoon je hand op en vraag. Ja. Vraag wat die formule betekent. Vraag precies hoe je er komt. Vraag wat de oplossing is. Ja, dat klopt. Ja.
dan ik denk dat een hele mooie boodschap is. Dat denk ik ook. Ja, dan wil ik jou hartstikke bedanken voor dit superleuke interview. Ik wil jou bedanken. Ik denk dat we echt iets heel waardevols hebben neergezet. En ik denk ook als mensen iets hebben van... die Bram, die heeft nou toch zoveel verteld. Maar eigenlijk wil ik nog meer weten. Wil ik dat eigenlijk ook wel weten of mensen meer willen weten. Want dan plannen we gewoon nog een keertje een aflevering in. Ja, en anders... ik ben ook te boeken via De Jonge Sprekers. Dat is een sprekersbureau uit Amsterdam. Oké. En zoals ik gezegd... desnoods kunnen ze nog een opvoering van Draadje Los boeken. Ja. Maar ik zou ook heel graag nog een keer hier terugkomen. Dus ja, iedereen laat inderdaad weten wat je zou willen. Vind ik top. Volg Bram zeker ook op social media. Ja. En check ook echt even op YouTube. Want ik heb het, voordat we deze aflevering erin schieten, dacht ik even googlen snel. En je vindt heel veel eigenlijk onderwerpen over jou, wat we net hebben gehad. Over jouw broer. Jouw hersentumoren. En ja, op social of op internet gaat het daar net iets verder op in dan hier. Dat klopt. Ja. Dus ik zou zeggen, kijk het even. Zoek Bram op. En geef ons en jezelf alleen maar liefde. Toch? Ja, precies. En af en toe een tik op je billen, maar ook gewoon. Om extra motivatie te krijgen. Precies. Dat was hij.